Naar aanleiding van het eerste protest zijn deze slimme camera's tijdelijk uitgezet. De bedoeling is om met de camera's mensen te tellen, maar studenten vrezen voor hun privacy omdat de camera's veel meer kunnen dan alleen tellen. Dat de camera's nu tijdelijk uitstaan vinden de studenten niet voldoende. Wat tijdelijk betekent weten wij niet. En als dat betekent dat straks als de commotie over is ze weer in vol ornaat terughangen, is dat inderdaad niet genoeg voor ons. Is daarom deze actie ook bedoeld? Ja, onder andere omdat we toch aan het licht willen brengen dat de kous hiermee niet af is. De studenten willen ook een bredere discussie op gang brengen over hoe we in Nederland om moeten gaan met de mogelijkheden van slimme camera's. Maar voor hunzelf nog belangrijker, ze willen meer medezeggenschap en meer openheid van de universiteit Leiden. Want die camera's zijn eigenlijk alleen maar een symptoom van een slechte bestuurscultuur die op deze universiteit heerst. Er wordt gewoon weinig geluisterd naar studenten en dat willen we ook echt aankaarten, want dat moet veranderen. Hoe uitzicht dat? Wat is jullie voornaamste kritiek? Het feit bijvoorbeeld dat de universiteitsraad, wat de studenten toch representeert en ook de medewerkers, eigenlijk totaal niet goed wordt ingelicht. Ook gezien deze camera's was dat het geval. Het feit dat de faciliteiten niet goed onderhouden zijn. Het feit dat praatgroepen over seksuele intimidatie op de universiteit stop zijn gezet ten tijde dat deze camera's zijn aangeschaft. Dus dat laat allemaal zien dat het gewoon niet goed zit hier op dit moment. Now we have a speech.